Maar hij is toch een fijne vent, hè? Die Huub Stapel. Hij is met zijn auto bij me langs geweest. En we gaan hem ook helemaal aanpakken overigens. Maar het is gewoon een man met een hoge bewustzijnsgraad. En dat zijn vaak hele fijne, maar ook wel intelligente mensen. Dus hij schrok alleen wel een beetje van wat de toestand was van zijn Volkswagen Phaeton. Dus echt wel een degelijke directiewagen. Nou, ik vind dit trouwens ook wel een directiewagen. Want het is overigens ook bijna 13 mei. S'avonds om 19:30. We zitten nu in de W124. Die ik aan een van jullie weg ga geven. Maar dit zal hoogstwaarschijnlijk wel echt het laatste ritje zijn. Dus heb jij nou een bestelling gedaan en ben je ook al geabonneerd op ons YouTube-kanaal, want dat is wel een vereiste, ja, dan loop je dus het risico dat je met deze fabrieksnieuwe auto naar huis toe gaat. Die van Huub Stapel, die gaan we net zo mooi maken, overigens. Dus we gaan eens even naar zo'n auto kijken. Hou er dus ook rekening mee dat dit je laatste gelegenheid is dat je kans kunt maken op deze auto. En ja, ik ben benieuwd. Mensen, ik ga nog even genieten. Ja, dit vind ik echt waanzinnig. Dit is mooi, hè? Wat is dit? Dit is een W124. Een W124? Met maar 19.000 kilometer. Ga dat aan. En je ruikt het al, hè? Auto is als nieuw. Als je nou aan mij, zei de gek, vraagt van wat vind je mooi? Ja, dit soort dingen dus. Van die verborgen schatten, zeg maar. Ik weet toen ik het autoprogramma deed. Stapel op auto's. Dat er een vent was, die heeft precies deze, ja, de 124, drie keer besteld. Moest op een trailer, werden naar Amsterdam gebracht, op een gracht en boven in de huiskamer van die man gezet, drie naast elkaar. Dus die had gewoon een, denk ik, een voorgevel van minimaal 15 meter. Ja, meer. Ja, laten we zeggen 30. Ja. En dat werden die drie auto's naast elkaar gezet. Dat was een eerbetoon aan zijn vader. Zo. Ja, het is een welbegeerde Benz. Een 230e. Ja. Ik heb ooit een 230T gehad. Ja, het is ook een heel goed ding. Kijk, waar je het ook vaak aan ziet, is dat die, zeg maar die wijzertjes, ja, die worden vaak helemaal lichtgeel tot wit. En deze zijn nog donkergeel. Maar is jouw auto net zo mooi? Mijn Phaeton, toen ik het autoprogramma deed, toen reed ik in die week een hele dikke Volkswagen met een grote motor. En ik reed in deze, en die was toen net op de markt. En toen dacht ik, oh, dit rijdt zo geweldig. Zullen we even kijken? Ja. Als dit, als ik later groot ben en ik kan het betalen, ja. Dan wil ik een Phaeton. Ja. Dit is geloof ik al mijn vijfde of zo. Kijk, wel behoorlijk wat stront op. Ja, maar dit is toch godsverdien. Dit is hier gebeurd. Ja? Ja. Hij komt uit de wasstraat in Aalsmeer weliswaar. Oké. Okay. Maar goedemiddag. Hij zit lekker onder de keten. Wat verdorie. Toen we nou kregen. Eigenlijk, als ik je eerlijk moet zeggen, vind ik het ook gewoon mooier dan een A8 op de een of andere manier. Ja, dit zijn ook echt zetels. Ja. Maar is dit dan ook, ik weet niet of dat je dat nog uit jouw tijd weet van stapel op auto's. Maar was dit dan ook echt een prestige model? Dat is Glazer House heette dat, de glazen fabriek. Daar werkt alleen maar mensen met witte handschoenen aan. En, alleen voor de Phaeton. En ze dachten natuurlijk, ja, die gaan we uitdelen als zoete broodjes. En dat was een beetje een misvatting. Want er stond natuurlijk een heel groot Volkswagen embleem op. En mensen wilden, ja. Ze hadden hem anders moeten noemen, ze hadden een oude naam van stal moeten halen. De Dion Bouton of de La Haye of de Lage of zoiets. Goedemiddag. Hallo jongens. Hallo. Hallo, hoe is het? Jullie willen natuurlijk een handtekening van die beroemde Rick, hè? Ja, dat snap ik nog wel. Nou Rick, geef je kindjes een handtekening. Hebben jullie een pen bij je? Oh, nou, dus je gaat op handtekeningen jachten en dan heb je geen pen bij je. Hoe gaan we dat oplossen? Kom, we gaan even naar binnen. Kom, gaan we een handtekening halen, ja? Hoe leuk is dat? Kom maar. Marie-Louise. Hey, hier, een pop. Heb jij een pen of een vilstift? Of een... Leuk, hè? Hier, op de bus. Dat is een goede plek, hoor. Dat is een goede plek. Hier? Wat een mooie handtekening, hè? Schitterend. Kijk,
Zoek er maar één uit. Deze kan niet, want hier zit drank in. Dus die mag ik niet meenemen. Krijgen we ruzie met papa? Ja, zo is het. Zeker. Ja. Van Egis? Ik heb deze al. Ja, dat is... Ja? Jij die het mooiste, jij deze? Nou, kijk eens hier. Oh, een mooie Countach. Oh, hou vast. Gallardo. Hé, maar met twee handen dragen. Ja. Want dat is veel belangrijker dan het boekje. Ja. Tot verdorie. Dan zet ik deze zo neer. Zo. Nou. Ja. Wij behelpen ons wel. Kijk. Hé, wat zijn jullie bofkont, hè? Ja. Oh. Dankjewel, Rick, zeggen we dan. Goed zo. Ik hoop dat ik later klant, bij je mag worden. Ik word sowieso klant. Ja? Kijk. Dat zou ik ook doen. Ik ga hem eerst even controleren op oneffenheden. Of dat er misschien ooit in Amsterdam deurtjes er tegenaan zijn gegooid. Oh, vast. Ook. Hier. Hier zit een deukje. Ja. Hè? Daar zit een deuk. Oh. Hier heeft iemand tegenaan gezeten, zie je? Ja, hier heeft iemand tegenaan gezeten. Hier is wat. Ja. Velgen. Kijk, die zijn wel aan de achterkant helemaal ingevreten. Zie je dat? Oh ja. En wat ga je dan zien? Tada! Hey! Stippend! En dat hebben we van tevoren niet zo bedacht. Nee. Nee, die staat er vast in en dan, als ik wat nodig heb, dan gebruik ik dat. Ja. Die heb ik jou, is dat nou met die flodderauto, hoe lang is dat nu geleden? Een week of 6, 7? Waanzinnig. Nou wordt hij al iets meer flodder, hè? Ja, ja. Dat is goed. En je hebt ook een hond? Ja. Lulu. Hoe? Lulu. Lulu. Even kijken, en dit hier? Ja, dat, hè. Dat is, weet je, als je die deur openmaakt, hè. En je zit ergens op een laag stoepje en je trekt hem dan dicht en dan hoor je kiek en dan is dat los. Oh ja. Want dat had ik bij de vorige ook al. Kijk. Kijk. Wat bedoel ik? Vast. Vast. Je bent een magician. Je bent een toek. Je bent de Hans Klok van de autowereld. Hé, hey, dat bedoel ik. Motorruimte. Wil ik ook wel even kijken. Heerlijke motor. Wat is dit? 280, 258? Dit was 248 en is nu 300 nog wat. Oké. Okay. Ik heb hem laten chiptunen. Ik heb hem eigenlijk wel gezien, maar hoe lang kun jij hem missen? Dus zolang als jij nodig hebt. Want ik denk wel dat ik hem toch al 2 weken hier moet hebben. 2 weken? Ja. Kijk, wat me wel opvalt, je bent er zuinig op, maar je gebruikt hem wel echt. Ja. 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 Dus de auto is wel echt om jou te dienen. Ja. En niet andersom. Nee, niet andersom. Van onderen bekijken. Oh. Ja, maar dit heb ik nog nooit gezien. Heb jij dat ooit gezien? En we hebben toch al heel wat auto's gehad hier, dat ze die zo kort maken. Nou ja, wat ik zie, Huub, het is één grote ramp. Dacht ik het niet. Dacht ik het niet. Nou, ik ga jou even één ding laten zien, want we hebben eigenlijk... En dat is ook echt zo, we hebben eigenlijk nog niks besproken hoe of wat dat we iets doen. Nee. Eerlijk, hè? Nee. Oké. Okay. Klopt. Gaan we eerst even aan de onderkant van die auto kijken. Kijk, een hitteschilder, alles is gewoon 100 punten. Maar hier zie je al wel, zie je, van het zout. Ja. De oxidatie allemaal. En als je dat weghaalt, dan komt er een coating op en dan gebeurt het niet meer. En dan gebeurt dat nooit meer. Maar als we het nou zo doen, stel dat wij krijgen opdracht van jou om de binnenkant te reinigen en te conserveren. De buitenkant helemaal te schuren en te polijsten. Mm-hmm. De velgen eraf te halen, achterin te doen. Dan doe ik de bodem en de motorruimte. Die krijg je dan van ons. Ah, top. Hartstikke mooi. Dat lijkt mij een heel mooi... Ja. Want ik weet dat jij eigenlijk met dit zoiets hebt van... Ja, hij ziet er goed uit en ik kijk er toch nooit naar, maar het is dadelijk wel gaaf als die auto afgeleverd wordt. Dit is ook zo. Dit gaat wel het verschil maken. Ja. Ja, heel aardig, dankjewel. Nou, dan moeten we nou nog even gaan zitten. Weet je het zeker, Huub? Ja, zeker. Ja, weet je heel zeker? Ja. Daar komt-ie, ben je er klaar voor?
Nou, man. Je gaat er echt geen spijt van krijgen. Nee, dat weet ik zeker van niet. Nee, dat weet ik zeker van niet. Je rijdt daar gewoon met een nieuwe vezel weer naar huis. Ja. Kom even lekker zitten. En dan... En tot over 2 weken. Tot over 2 weken, hè. En ik ben uiteraard zo weer terug. Nou, doei doei. Ja, mooi man. Dan zit het erop. Dus ik wil jullie ook hartelijk danken. Huub Stapel zal over 1 of 2, 3 even bij ons terugkomen. Uiteraard om de auto op te halen. Dus ik ben ook reuze benieuwd wat hij van het eindresultaat vindt. Wil je nou deze auto hebben? De laatste fabrieksnieuwe W124. Dan weet je wat je moet doen. Vergeet je trouwens ook niet te abonneren, want dat is wel een vereiste. En dan kun je trouwens ook nog meepikken onze aan- en verbouw van het nieuwe pand. Want dat gaan we dus ook op YouTube uitzenden. En bij een bestelling van boven de 100 euro, vrijdag de 13e, 's avonds om 19:30, dan is de trekking. Dus heb je die bestelling gedaan, ja, dan loop je dus een groot risico, hè. Deze oude frikandel, maar wel fabrieksnieuw.